Welkom in de reeks Basiskennis boekhouden. Deze video is het vervolg op obligaties deel 1. In deze video bespreken we de boekhoudkundige verwerking van de aankoop en terugbetaling van een obligatie, waarbij het actuarieel rendement groter is dan de couponrente. We bespreken een obligatie in klasse 5. Deze obligatie wordt aangekocht met een speculatieve doelstelling. De obligatie heeft een looptijd van 2 jaar. Het nominaal bedrag is 15.000 euro. De obligatie wordt a pari uitgegeven, wat betekent dat we ze aan deze prijs aankopen. Het nominaal rendement bedraagt 5%. Het actuarieel rendement is gegeven en bedraagt 6,933%. We merken hierbij op dat het actuarieel rendement groter is dan het nominaal rendement. In wat volgt zal de opbrengst daarom groter zijn dan de jaarlijkse coupon. Laten we de geldstromen op een tijdsas uitzetten. De obligatie wordt a pari uitgegeven aan 15.000 euro. Zowel de aankoopprijs als het nominaal bedrag zijn gelijk aan 15.000 euro. De couponrente bedraagt 5% van het nominaal bedrag en leidt tot een couponuitkering van 750 euro. Zowel op 3112x1 als op 3112x2. Op 3112x2 wordt niet enkel een coupon uitgekeerd, ook de boekwaarde van de obligatie wordt terugbetaald. Dit is de terugbetalingsprijs van de obligatie die we verderop zullen berekenen als zijnde 15.600 euro. De relatie tussen de geldstromen en het actueel rendement wordt weergegeven door deze formule. Hieruit kan je de ontbrekende elementen berekenen. Ook is het terugbetalingsbedrag gelijk aan de boekwaarde van de obligatie op vervaldag. Dat levert een tweede relatie op tussen bedrag en rendement. De obligatie wordt ingeboekt aan de actiefzijde van de balans in klasse 5 voor 15.000 euro. In de bijbehorende journaalpost boeken we aan de debetzijde de stijging van de obligatie op het actief in. Aan de creditzijde laten we de bankrekening dalen met hetzelfde bedrag. We berekenen de actuariële opbrengst van de obligatie over het boekjaar X1. We passen hiertoe de actuariële rentevoet van 6,933% toe op de boekwaarde van de obligatie bij aanvang van het boekjaar. 6,933% van 15.000 euro bedraagt 1.039,95 euro. Deze actuariële opbrengst vergelijken we met de coupon. De coupon bedraagt 750 euro. Dit is het bedrag dat we effectief op de bankrekening ontvangen. In vergelijking met het actuariële rendement hebben we nog recht op een surplus van 289,95 euro. Het actuariële rendement boeken we in als een opbrengst op een 7-rekening. De coupon boeken we als een geldstroom op de bankrekening. En het surplus voegen we toe aan de boekwaarde van de obligatie op de actiefzijde van de balans. We boeken deze drie elementen in het journaal in. De coupon wordt ontvangen op de bankrekening. De actiefrekening 5.500 stijgt aan de debetzijde. Het surplus waarop we recht hebben, stockeren we bij de boekwaarde van de obligatie op rekening 520 en dit laat het actief stijgen aan de debetzijde. De som van de coupon en het surplus is gelijk aan de stijging van de totale opbrengst, welke we inboeken aan de creditzijde van de journaalpost op nummer 751. Het rendement over X2 berekenen we opnieuw door de actuariële rentevoet van 6,933% toe te passen op de toegenomen boekwaarde van de obligatie. De boekwaarde waarop je de rentevoet dient toe te passen bedraagt nu 15.289,95 euro en dit resulteert in een rendement van 1060,05 euro over het boekjaar X2.
Opnieuw vergelijken we dit rendement met de coupon. De coupon bedraagt nog steeds 5% van het nominaal bedrag, of dus 750 euro. We ontvangen 750 euro op de bankrekening. Maar we hebben ook recht op het surplus van 310,05 euro. Het rendement registreren we op een opbrengstenrekening in klasse 7. De coupon ontvangen we op de bankrekening. En het surplus voegen we toe aan de boekwaarde van de obligatie op de actiefzijde van de balans. We bekijken de bijbehorende journaalpost. Opnieuw stijgt aan de debetzijde de bankrekening op nummer 5500 met de waarde van de coupon, alsook de boekwaarde van de obligatie op rekening 520. Aan de creditzijde nemen we de stijging van de opbrengsten waar, ter hoogte van het actueel rendement. We komen aan op de vervaldag. De resulterende boekwaarde van de obligatie wordt aan ons terugbetaald. De initiële boekwaarde van 15.000 euro is gestegen met de twee surplussen. En dit resulteert in een finale boekwaarde gelijk aan 15.600 euro. In het journaal lees je aan de creditzijde af dat de boekwaarde van de obligatie op de actiefzijde wordt leeggemaakt. Dit bedrag wordt ontvangen op de bankrekening, welke stijgt aan de debetzijde. Indien er bijkomende transactiekosten van toepassing zouden zijn, dan resulteren deze nog in een bijkomende kost met BTW aan de debetzijde en wordt dit afgehouden van het bedrag op de bankrekening.